Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe video van Vincent's Disneycraft. En in deze aflevering gaan we weer heerlijk wat leuks doen. Ik weet nog niet precies wat, maar dat is juist een verrassing voor jullie en mij. Dus het wordt gewoon vet. Okay, people, let's go to work. Nou, om te beginnen wil ik eerst even zeggen dat we gaan werken aan het plein bij de Clownenval. Zoals je ziet is dit helemaal veranderd. Vroeger was dit dit kleurpad. Dat is een beetje de white stained clay. Dit was het pad vroeger. En dat hebben we nu omgeschopt met cobblestone, stonebrick, normale stone zie je ertussen. En dat ziet er gewoon veel strakker uit. Het is ook best gezelliger. En natuurlijk ondanks de nieuwe achtbaan die we hebben gebouwd, ontzettend stoer is. En even kijken. Dit zijn natuurlijk de Clownenval, de Clowntheater en de Clownshow. Die zijn natuurlijk die kant op, maar wat we nu ook nieuw hebben is de Woody Coaster. Maar dat is niet die kant op, want daar is niet de ingang. Ik ga het zo maar uitleggen, heel kort. Je komt hier binnen, dit is de Simba, dit is de Lion King. Dat is een attractie die helemaal wordt vernieuwd ook. Je komt uit de grot en je komt eigenlijk in een nieuw gebied. En wat je gelijk meteen opvalt is de grote houten achtbaan. En daarachter natuurlijk de hele grote uitkijktoren die je ook kan beklimmen wanneer je wil. Nou, dit gebied is nog helemaal in de aanbouw. Dus gebeuren nog allerlei nieuwe dingen die je gaat zien. Er komen hele leuke thematiseringen hier zo. En hier kom je dus onder de achtbaan door. Ga je dus naar het nieuwe gebied. En dat is natuurlijk het soort van clowngebied. Waar de Clownenval en het Clowntheater zijn bevestigd. En de Clownshow daar achter in de hoek. Dit is helemaal nieuw. Dit is zeg maar de... Oh, Rowie zit hier gelijk te bouwen. Nee, Rowie. Weg. Weg. Het is mijn gebied. Ik had dit gebouwd. Ik ga er gewoon voor staan. Hup. Kst. Zo. Dit gebied ga ik opschoppen. Ik laat het even kort zien wat dit plein inhoudt. Want dit plein gaan we een beetje mooi maken. Nou ja, een beetje. We gaan hem gewoon mooi maken. Dit is de Pluto's biervat. Het bubbeltje. En de bubbeltje is een soort cafeetje. En dat cafeetje loopt helemaal door naar achter. Het is geen groot café, het is echt een tonnetje. En die staat omringd met hekken. En die hekken hebben we eigenlijk bijna om het hele gebied gemaakt. Die komen ook weer terug in het midden van het gebouw waar de vuurtoren, het is een uitkijktoren. Een beetje sombere kleuren, dus die kleuren gaan we in deze aflevering aanpassen. Omdat de hele attractie er helemaal, ja, wat voor kleur is, gewoon grijs, grey wool. Grey wool is een hele donkere kleur. En dat betekent dat we dat een beetje gaan kleuren. Want je hebt hier al grijs gebruikt. Je hebt in de steen al grijs gebruikt. De iron bars zijn al grijs. Dus de hele attractie oogt grijs. En het ziet er zo saai uit als je vergelijkt met... Kijk, een stone brick. Ik zie roze. Ik zie paars. Ik zie hout. Ik zie quartz. Ik zie sandstone. Ik zie brick. Ik zie kleurtjes. Ik zie wol, heel veel kleurtjes. Ik zie gras, bloemen. En wat we hier dus zien is alleen maar de vuurtoren. Dus wat we gaan doen, we selecteren het gebied wat zeg maar de kleur is. Nou, we weten dat het grey wall is. Ik kan hem denk ik hier selecteren zo. En de grey wall gaan we dus veranderen van andere kleur. Nou, dan zeg ik bijvoorbeeld, we gaan eens replace grey. En dan gaan we eens een andere kleur, bijvoorbeeld ik zeg maar wat, ik gok op de kleur 145 dubbele punt, 159 dubbele punt 4, dat is geel uit mijn hoofd. Doet hij niet. Ik moet twee replaces doen, zo. Heb ik weer wat verkeerds gedaan? Moet ook weer... Zo. Nou, dat ziet er heel anders uit. Rowie denkt, wat gebeurt hier? Dit oogt natuurlijk al veel anders. Als je nu kijkt naar de toren. Zie je het? Het ziet er veel anders uit. Veel, ja, vrolijker vind ik de kleuren. En, nou ja, als we dat natuurlijk beneden doen, doen we dat boven ook aanpassen. We plaatsen een blokje hier in de lucht. We zeggen up one. En... Rowie zegt dat ze op Teamspeak is, maar weet niet dat ik aan het opnemen ben. Want Rowie was aan het opnemen in Teamspeak. Of was aan het opnemen in... zij is op Skype. En toen dacht van, nou, dan ga ik ook opnemen. De grey veranderen we dus ook weer in geel. Kijk. Nou, dit vind ik al veel leuker. Die paal, die hele grote paal die je ziet, die gaan we dus ook kleuren. Nou, die is gemaakt van, als we even kijken, snow. Donkere snow. Omdat... snow vind ik op zich wel leuk eruit zien. Ja, het heeft wel wat, vind ik. Maar het ziet er donker uit, omdat natuurlijk de schaduw valt... Van dat, hoe noem je zo'n ding? Ik weet niet eens hoe je het noemt, maar het ziet er wel leuk uit. Binnenin kun je dus heel de toren beklimmen en heb je dus een prachtig uitzicht over het park. We kunnen eventjes, nee, dat moet je zelf gaan uitzoeken. Ik ga niet laten zien hoe dat eruit ziet. We gaan het plein opschoppen en dat betekent dat ik hier een heel leuk randje van wil maken. En dat wil ik door laten gaan, maar dat weet ik niet 100% zeker of dit een hele grote ring wordt, dat denk ik wel.
Nou, stel je voor dit wordt een grote ring. Dan moeten we tellen hoeveel blokjes we zijn verwijderd van de zijkant. Dat zijn er 3. 1, 2, 3. Kan je hier ook testen. 1, 2, 3. Dus wat we hier dan gaan doen is ook 1, 2, 3 blokjes scheiden. En dan maken we dit helemaal in grass. Dus stel je voor. Dit wordt even grass. Zo. Kijk eens. Dan lijkt het net of dat breder is dan dit. Dus wat we nu gaan doen is dat we deze ook één breder gaan maken. Zo. Zeg maar gras. En op de derde punt. Even kijken, als je dat hebt. 1, 2, 3 gaat hij naar boven. Dus dan heb je dat stukje. Dan moet het allemaal telwerken natuurlijk. 1, 2, 3 gaat hij naar boven. Dus dan zou je zeggen dat hij hier naar boven moet. Dus dan zou die zo moeten. Zo. 3 hier vanaf. 1, 2, 3. Dus dan kleur je dit ook met gras. En wat nou eigenlijk het makkelijkste wat je kan doen is. Vertel hoor. 1, 2, 3. Dus hier gaat hij omhoog. Dus zo. Wat nou het makkelijkste is, is dat je eerst alles gaat graven. En dat je daarna alles gaat opvullen. En dat zijn de fijne commands van. Ik geloof dat het bij World Edit zit. Zo, we maken even dit snel af. Zo, dan tel je gewoon weer. Oh! En nu ben ik mijn gras kwijt. Zo, ik heb hem weer. Even kijken hoor. 1, 2, 3. Dus hier moet je omhoog gaan. Zo. Zo. Kijk. We komen er wel. En dan tellen we weer 1, 2, 3. Oh, god. Een god. Ja, het is natuurlijk allemaal in een survival wereld gebouwd. Hè, Disneycraft. Een hoop op water is gebouwd. Echt een hele hoop op water. Dus je misschien nog niet. Nou, stel je voor, we hebben hier nu een lijntje. Dan gaan we dat vullen met gras. Dus veel grass. En dan zeggen we een radius van 50. Nou, zoals je ziet, heeft hij dus nog niet alles. Want de radius was nog niet groot genoeg. Maar als we dat hier ook doen, dan zie je dat hij dus al een lijntje hebt gemaakt. En dat je al heel leuk iets ziet. Dan willen we natuurlijk niet alles afschermen met gras. Want dan zou je in principe over het gras moeten lopen om bij de attractie te komen. Dus wat we nu doen, is we maken een paadje van 4 blokken. Nou, dat doen we dus ook hier natuurlijk. We pakken het midden. Dat is dit. 4 blokken. Zo. En dadelijk gaan we dat ook nog aan de zijkant gaan we openingen doen. Dus zo. 4 blokken. En dan maken wij hier ook 4 blokjes. Even kijken hoor. Hier is het midden. 1, 2, 3, 4. Maar dat kunnen we met World Edit doen. Zo. En dan zeggen we 159. Zo. Kijk eens. Nou, het gras hebben we 4 breed gemaakt. Dus dan gaan we dat hier ook doen. Tot hier. Dan zeggen we. Oh! Nou, dat is niet de bedoeling wat ik nu deed. Dan zeggen we zet grass. Zo. En dan gaan we dat hier verder doen. Tot daar. Zo. Dan hebben we tenminste de grove vlakken gevuld. Oh. Wel tot daar. En dan zeggen we 1, 2, 3, 4. Plaatsen we daar gras. En daar doen we hetzelfde weer. En zo krijgen wij een kleine verandering al in dit gebied. Zo. Nou, zo wordt het ongeveer. En dan heb je dus een groot plein. En dat plein wordt nu opgevuld, want anders is het een heel grote oppervlakte. Dan zie je al dat we hier al een gebiedje hebben gemaakt. Dat mensen kunnen kijken op de trappetjes. Op de trappetjes, op de stairs, moeten we eigenlijk zeggen. Maar het zijn echt bankjes. En dat hebben we gedaan door de signs natuurlijk aan de zijkant te plaatsen. Wat nou het belangrijkste is, is dat mensen hier gewoon lekker kunnen lunchen. Maar wat moet je dan hebben? Een leuke automaat. Of een leuk winkeltje. Dus dat kunnen we nog gaan bouwen. Dat ga ik nu niet doen in deze aflevering. Ik ga alleen het plein opschoppen tot iets leuks. Kijk hoor, we doen dit tot gras. En hoe we dit het beste kunnen doen, is even tellen hoe groot de zijkant is. Dus tellen we 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokjes. Nou, dat zijn 6 blokjes breed. Dus wat we hier nou moeten doen is ook 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, leuk toch? En dan zou je dus dit kunnen afwerken. Tot die aansluit met dat punt. En de rest kun je allemaal weghalen. En dan kunnen we daar weer fillen. Dus veel met gras. Nou, laten we dat doen gelijk. Huppakee. Dan moet ik dat natuurlijk ook hier gelijk hier naartoe doen. Dus weer wat we net hebben gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je weet dat die 6 breed is. Dus dan weet je dat die zo gaat. En dat hij ook zo schuin blijft lopen. Totdat we de buitenkant hebben. Zo. Nou, dit gaat goed. Dit gaat redelijk snel, denk ik zo.
Vastbeelding dit. Gaan we het weer doen, jongens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weet je zeker, schuin loopt hij. En dan zie je dat hij niet goed uitkomt, heb ik het gevoel. Wacht even hoor. Nee, dus dan mag je daar een puntje van afhalen. Zo. Klikken, klikken. Zo. En doen we dat daar ook? Hadden we dat hier al gedaan? Even natellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dat klopt helemaal. Dus nu hebben we een hoekje gemaakt. En de VIP's lopen al op het nieuwe gebouw. Dat is namelijk het station van de Woody Coaster. Een heel leuk houthakkershuisje vind ik het een beetje geworden. Hè? De Nieuw zit hier te kijken en Camilla zit hier ook te kijken met een apart pak aan. Een beetje zwart met wit, lijkt een skeletje. Nou ja, goed. De zijkant, je weet precies waar het midden zit, omdat dat blok in het midden staat. Dus dan zou je in principe dit kunnen kapotmaken. En dit is een enkel padje. Dus wat we nou kunnen doen is dit breder maken. En zo een pad maken. Ziet er op zich wel leuk uit. Ik denk dat het leuker is als we dit gewoon met gras opvullen. En dat denk ik omdat we dan dat mensen gaan automatisch een beetje gaan omlopen. Maar ik wil dit sowieso af gaan zetten. Veel grass. Oké. Hoe gaan we dit afzetten? We kunnen we kunnen dit patroon aanhouden. Dat we zeggen van, oké, we plaatsen ook om de 2 seconden plaatsen we zo'n blok. Is op zich wel leuk. Maar ik wil misschien wat anders proberen. Misschien dat ik toch met fences wat wil doen. En dan heb ik het over de... Ja, over de, gewoon de fence normaal. Niet de donkere, maar de normale. En als we hier nou dit afzetten met fence. Ik ga gewoon kijken hoe het eruit ziet. Je moet altijd eerst wat bouwen. En dan kijken of het, hoe het eruit ziet. En dan daarna kun je zeggen van... Wauw, dat gaan we doen. Nou, stel je voor. Ik zou hem in principe nog 1 breder kunnen maken, denk ik hoor. Als we dat gaan doen, wordt dit denk ik nog wel vetter. Ja, ik ga het gewoon doen. Dus dan maken we gewoon een lijntje om het gras heen. Jongens, het kost tijd. Ik weet het, bouwen is tijd. Kostend. Nou, ik maak hier 100 van, zo. En dit loopt gewoon door. Oh. Klik, 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 klik. Als het goed is, hoef je alleen maar schuin te gaan met je poppetje. En dan zeggen we veel. 100. Lekker grote radius, maakt op zich niet uit. Als je maar geen gaatje hebt bovenin. Want dan ben je de sigaar, zeg maar. Oké, klikken, 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 klikken. Mensen vragen mij, wat maakt DisneyCraft zo bijzonder? Ik denk dat DisneyCraft gewoon een heel leuk pretpark is. Gewoon een heel leuke fun server. We hebben heel vaak klachten van dat de attracties niet open zijn. Maar we proberen zoveel mogelijk attracties te openen. En niet altijd is er personeel aanwezig. Daarom hebben wij ook de rank ingesteld van VIP Plus en VIP Plus Plus. Dat die mensen gewoon sommige attracties kunnen openen. Want die hebben bepaalde permissies om buttons in te klikken. En ik denk dat dat positief is. Want dan kunnen wij meer tijd besteden aan het onderhouden van het park. En het bouwen van attracties. En trouwens, dit vind ik al heel leuk uitzien. Ja. En kijk nagaan, er zitten nog geen bomen en zooi in. Dat gaan we later nog doen. Want hoe moet je een aankleding doen? Dat gaan we ook doen. We gaan een natuuraankleding doen in dit ronde geval. Ik ga het toch even afmaken, jongens. Dus ik ga toch eventjes... Dit kost even tijd. Daarom ga ik even wat leuks praten tussendoor. We hebben dus, hoe ik al zei in de vorige video's, we hebben een DisneyCraft 2.0. Die gaan we lanceren in de zomervakantie. Als ik lekker vakantie heb en heerlijk de tijd ga nemen om lekker te bouwen in het park. We gaan die video's opnemen, dus je krijgt sowieso wel te zien wat we allemaal nieuw gaan bouwen. We gaan dus in DisneyCraft 2.0 gaan we nieuwe dingen toevoegen aan het park. Dus het wordt een complete remake. Natuurlijk gaan we dingen niet weghalen, maar juist dingen toevoegen en verbeteren. En dat is eigenlijk de update. We gaan dus... we raden mensen aan om geen VIP te kopen. Maar de mensen die dus zeg maar... die maand niet op DisneyCraft kunnen gaan. Die krijgen dus daarna een hele maand gratis VIP van mij. Dus heb je bijvoorbeeld een jaar... een jaar is natuurlijk oneindig, dus dat niet. Maar heb je 6 maanden VIP gekocht. En die VIP is nog steeds bezig terwijl de server dicht is en jij er niet op kan. Dan gaan we dus even kijken wie... welke mensen VIP hebben en die krijgen dan een maand extra VIP van mij. Ja, zo wil ik dat een beetje oplossen. Dus dat we geen kwade koppen krijgen van... Ja, ik had VIP gekocht. En ik kon de maand niet in de server. Dus vandaar. Nou, we zijn bijna klaar met de hekjes. Het is niet zo heel veel, gek veel werk.
Je zou in principe zou je ook nog leuk kunnen doen dat je het een waterriviertje ging laten worden. Dus dat je het midden een waterriviertje deed en dat je hier een bruggetje deed. En ik denk dat dat heel leuk eruit gaat zien. Als jij hier... Even, we gaan een idee doen, hè. Een idee, kijk. Te zeggen, hier komt water. Zo. En dat water loopt hier onderdoor. En zo. En die komt dan uit op hier. Zo. Even het idee. Het is gewoon een idee. Dan moet je dit sowieso veranderen. Dit naar wood. Dan moet je ook gelijk kijken hoe dat eruit ziet. Kijk. Dat ziet er heel raar uit. Zie je, dan loop je over het water heen. Ik denk dat... Dat kunnen we doen. Ja. Zullen we dat doen, Mickey? Aha! Zeker goed plan, Donald! Nou, oké, okay, Mickey, we gaan dat doen. Ik had ook groen kunnen zetten, maar aangezien... Ja, we hebben hier natuurlijk al groen. Even kijken hoor, zoals je hier ziet... Heb je gras al. Even kijken hoor, doen we dat hier ook. Sowieso ga ik even aan Roy vragen hoe zij het vindt als we dit omschoppen, dit gebied. En Saint heeft een geheime ingang gevonden, Mickey. Ik denk, god, een god. God een god. God een god. Maar dat lijkt me leuk als dit water wordt. Ik ga het even overleggen met Roy. Dus wat ik nu doe is gewoon tegelijkertijd even naar Roy gaan. En zeg ik, hallo Roy. Hallo. Roy, kom eens kijken. Want ik heb namelijk een idee gemaakt. Oké. En misschien vind jij het leuk. Want het is namelijk water wat ik ga toevoegen. Kijk. Oh, oké. En is dat leuk dat je dan zeg maar over een bruggetje heen gaat? Ik denk dat dat nog leuker is. Ja. Oké. Nou, dan doen we dat. Ja. Oké. En ik vond het gebied eigenlijk heel erg... Hoe zeg je dat? Ik vond het een beetje te groot worden. Dus ik denk, ik doe nog een hele grote graskoepel omheen. Zodat het... Ja, dan heb je weer natuur. En je hebt... Iets moois. Oké. Okay. Ja. Ga je hier overal water doen? Ja. Ja, we kunnen er ook lava doen. Maar dat vind ik een beetje raar. Toch? Ja, leuk toch? Ja, je moet wat. Zo. Kijk, als jij dat een beetje uitholt zo. Dan ga ik dat verder met de grove gedeeltes. Oké, dat is goed. Zo. Nou, ik maak het een beetje dieper zo. Hier zo. Pap. En hier. Tot daar. Zo. Oh. Oh, ik heb het bruggetje gesloopt. Heb je niet gezien. We kunnen hem ook één blokje hoger doen. Dat is misschien nog wel grappiger. Ik weet niet hoe dat staat. Maar dan zou je dus met slab. Dus met, even kijken, de dark oak slab. Want dat is een nieuw soort hout wat we hebben in Minecraft. Kan je dus een klein verhogingje maken. Dat je een beetje dat bruggetje gevoel hebt. Kan wel, het is wel leuk. Plat zou die ook kunnen. Maar zo kan die ook. Dus dan krijg je dus, als je de middelste sloopt. Zo. Oké, de zijkantjes zou je van steen kunnen doen. Omdat dat terugkomt hier in dit gebied. Dus als je naar de zijkant steen doet. Zo. Dan weet je ook gelijk een plekje waar die stenen op kunnen rusten. Of die zeg maar die fences. Dus dan maken we hier ook aan de zijkanten steentjes. Zo. Oh ja, ze zijn de enige. Zo. Dus wat we nog makkelijker kunnen doen is als je nou dit pakt hier. Fence. En ik sta hier zo. Doe ik kopie. Dan doen we hem rotaten 90 graden. Dus dan gaan we ook op precies dezelfde plek staan als hier. Dat was hier zo. En doe je paste. En dan plakt hij hem precies in. Dan doe je hem weer rotaten. Dan ga je weer staan op het plekje waar je eerst stond. Zo. En dan zeg je paste. Zo. En dan doen we het op dat laatste ook. Dus dan doen we het één keer roteren. En dan doen we weer één keer pasten. Zo. En nu hebben we aan alle kanten een bruggetje. Water plaatsen pas op het laatst. Want we willen ook nog natuurlijk die zijkant heel mooi maken. Nou is dat steen. Dan wil ik dat veranderen in... ik denk dat ik dat ga veranderen in stone brick. Zo. En dat doe ik ook bij die kant. En de bodem maken we altijd van cyan. Maar dat doe ik pas als alles klaar is. Als het helemaal een kuil is, dan kan ik zeg maar weer fill doen. Wat we eerst deden, dat command. En dan kan je dus zien hoe makkelijk dat fill is. Zo. Hoppakee. Zo.
Zo, Sombrik. Oh. Oh ja, een beetje dieper maakt niet uit op zich, want daar gaan we toch vullen. Vullen. Nou, dan ziet dit er al leuker uit. Er staan een paar boompjes hieromheen. En zo zie je dat het pleintje gelijk alweer wat meer details heeft gekregen. Ik ga dit opvoeren. Dus opvullen met bankjes. En die bankjes ga ik dus met cauldrons. Cauldrons gebruiken we als vuilnisbakken. Dat weten jullie in ieder geval wel. 1, 2, 3, 4. Als deze zijkant. 1, 2, 3, 4. En dan plaatsen we hier op precies dezelfde... Maar ik heb geen sterren meer. Dan moet ik hem even opnieuw pakken. Waarschijnlijk overschreven. Oh, dat is niet de goede kleur. Stond hij goed nou? Even kijken. 1, 2, 3. Oké, twee bankjes in het midden. Twee bankjes, één in het midden. Twee bankjes. Zie je niet dat daar een gat is. Maar als je de video hebt gezien, dan weet je dat daar een gat zit. 1, 2. Daar in het midden. Even kijken hoor, daar in het midden. We moeten kijken dat het niet eentonig wordt. Want als je natuurlijk hier elke keer cauldrons gaat plaatsen, is het heel eentonig. Kijk maar, dat ziet er heel erg goedkoop uit. Dus wat ik dan meestal doe, is dat ik ze vervang. Tussen in het midden vervang ik ze met lantaarnpaaltjes. Ze kunnen op zich wel nog dichterbij staan. Maar ik vind het zo wel leuk. Hier zou ik trouwens niet gaan zitten, want dan zie je die grote boom. Maar okay, dit is wel een beter uitzicht. Dan zie je hem langskomen, het achtbaantje. Is wel een aan te raden plekje. Nou, ik had een lantaarnpaaltje ontworpen. Een beetje een Disney lantaarnpaaltje. Maar het is natuurlijk een beetje een clown setting. Dus hoe gaan we dat doen? Ik denk dat ik die met stoompilaars, want het sowieso, dus ja, we hebben maar fences en stoompilaartjes. Nou, Roy, ik ben zo terug. Zo, die stoompilaartjes hebben dus, die gebruiken we meestal als ja, het opzetstuk, dus omhoog. Zo. En dan meestal 1, 2, 3, 4 hoog, dat is op zich wel hoog genoeg. Dan moeten we daar natuurlijk een leuk lampje aan doen. En om een beetje in die clownstijl te komen, denk ik dat ik met kwarts ga werken. Met kleine slapkwarts. Ja, want die hebben wel een leuk vrolijk kleurtje. Zo. Ja. Nou, die zeg maar die... We kunnen dit doen. Heel simpel. Het is gewoon het simpelste die er is. Daar kunnen we gewoon de redstone op plaatsen. Dus redstone lampjes. Kijk hoe dat eruit ziet, jongens. Kijk of dat een beetje speels eruit ziet. Ik vind het wel leuk. Maar je zou ook nog op zich het eronder kunnen doen. Zo. Het is maar een beetje, ja, het is een beetje wat voor stijl je wilt, zeg maar. Maar je zou ze er ook op kunnen plaatsen. En dan krijg je zoiets. Vind ik ook niet leuk uitzien. Ja, ik ben wel een beetje kiezerkeurig, jongens. Dan denk ik dat... Een fences. Ik probeer fences is. Gewoon proberen. Ziet er ook wel grappig uit, dit. Ziet er ook heel leuk uit. En dan kan ik misschien hier midden, kan ik misschien een redstone dingetje plaatsen. Mickey. Ah, ik ben boos op jou. Nou, wat, ik heb niks gedaan, Saint. Saint, zou je alsjeblieft even weg willen gaan? Ik zou heel graag hier een blokje willen plaatsen. Saint, dat blokje waar je op staat, daar wil ik een blokje in zetten. Dus als u zo vriendelijk wil zijn om even weg te gaan. Dank u wel. Nou, dank u wel. Super. Nou, dit ziet er wel leuk uit zo. Ik vind het er wel grappig uitzien. Het heeft wel iets. Denk je niet? Het heeft wel wat speels. Ja. Nou, ik ga dit nog een keer. Ik ga hem nog een keer maken. Dus het zijn eigenlijk 4 lampjes aan elkaar. Dan hebben we natuurlijk daaronder hebben we de fans. Die steken eruit naar beneden. En dan daarbovenop komen de kwarts. En daarop... Mickey, wil je alsjeblieft weg gaan weer? Ja, ik moet er even weer wat plaatsen. Weg. Weg. Mickey. Mickey. Je staat weer op... Kijk, kijk. Hier wil ik een blokje plaatsen. Kijk. Let op. Kijk. Hier. Kijk, kijk. Saint. Hier. Zie je het? En dan wil ik dat hier ook doen. Nou, wat we dan doen... Huppakee. Niet voor me staan. Daar hou ik niet van. Kijk, hier kunnen we nog... Dit kunnen we ook doen. Dat zijn leuke lampjes. Ja, zo maak ik ze. Nou, maken we nog echt de laatste. Doe ik hier in het hoekje. Nog één keer laat ik ze zien. Dus wat we dan doen
is heel simpel. Je plaatst 4, in het midden 1. Op alles komt een wit blokje. Om het nog simpeler te maken. Hier komen vensters onder en je bent klaar. Nou, Roy heeft het inmiddels uitgehold, dankjewel. En ik zal hem even mooi uitrollen. Dus dat hij echt strak is. Ja, natuurlijk moet ik dit allemaal ook maken, zo. 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 Dit moet ook allemaal gebeuren. Nou, stel je voor, we hebben dat allemaal gedaan. Dan kan je dus slash fill doen. En dan doen we saaien op de bodem, zodat het een heel diep meer lijkt. En dat is een beetje de... En dan wordt dit een riviertje. Een klein leuk plasje. En dat ziet er best wel leuk uit, volgens mij. Nou mensen, ik ga hier de video afsluiten. En ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gevonden. Is dat een zin? Ik hoop dat jullie het gewoon leuk vonden. Ja, want geef dan gewoon een groen duimpje. En vergeet niet te abonneren voor nog meer Disneycraft video's. Ik weet dat ik de laatste tijd te weinig Disneycraft video's heb gemaakt. Maar dat had een reden. Ik bedoel, ik heb school, ik heb andere series lopen. En Disneycraft zijn we nog steeds altijd druk mee bezig om te bouwen. Maar nu weer een lekkere lange video. Bedankt nogmaals voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!